14, 15 en 16 maart mogen we weer stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Een gemeenteraad die de komende 4 jaar keuzes gaat maken die ons allemaal raken. Wat willen de Goudse partijen? Vooral op gebieden van wonen, duurzaamheid, milieu en veiligheid. Elke week gaan daarover 2 lijsttrekkers in debat. Vandaag Sjane Marie Koppers van Gouda Positief en Jan de Koning van Gemeentebelangen Gouda. Meneer de Koning, mevrouw Koppers, welkom hier. Meneer de Koning, allereerst gefeliciteerd met het lijsttrekkerschap weer. Dankjewel. De hoeveelste keer is dat? Dit wordt de 4e keer in Gouda. Ja. Zo? Ja. Dat komt niet veel voor, denk ik, hier in Gouda. Dat weet ik niet, maar ik heb er nog steeds heel veel plezier en lol in. Dus of het nou de eerste, tweede, derde, voor de 4e keer ga ik met net zoveel energie en ambities de verkiezingen in. Kijk eens aan. Ja, voor u is het een primeur, hè? Absoluut, ja. Bent u vereerd? Ik ben vereerd, ja. Ja? En ook gemotiveerd. Ook gemotiveerd? Ja, net als meneer de Koning. Ja, kijk eens aan. En dit wordt de 4e keer dat we meedoen aan de verkiezingen. En nu voor mij de 1e keer echt als lijsttrekker. Dus daar ligt een druk op uw schouders. Ja, nou ja, gezonde druk, hè. Ja, ja. Ik heb er vertrouwen in. Ja. We gaan het vandaag hebben over 3 onderwerpen. Maar voordat we daarmee beginnen, ben ik toch benieuwd wat die mooie oorbellen betekenen. Nou, wij in ons programma staat natuurlijk dat gedegen financieel beleid belangrijk is. En wij vinden echt dat de lokale lasten omhoog moeten. Dus, omlaag. Sorry. Kunnen we dat knippen? Nee. Maar uiteindelijk dachten we, hoe gaan we nou toch op een ludieke manier aandacht vragen? Hoe kunnen we nou toch iets teruggeven aan de burger? Dus eigenlijk al een soort voorbelofte. Dus wij hebben bedacht om deze chocolademunten in onze campagne uit te gaan delen. Maar om er extra aandacht aan te vragen, heb ik ze even in mijn oren gehangen. Ja. Om toch een beetje kleur aan deze tafel te geven. Nou, kijk eens aan. En ik wilde eigenlijk zo symbolisch eentje uitreiken aan meneer de Koning. Die heeft geen gaatjes in zijn oren. Nee. Maar het leek mij leuk dat we dat straks nog even doen. Ja. Prima. Dankjewel. Dat is de eerste bijdrage in de lastenverlichting. Mijn eerste bijdrage. Van harte aan in ontvangst genomen. Oké, jullie staan voor een solide financieel beleid. Maar dat geldt natuurlijk voor GBG, gemeentebelang ook, hè? Ja, en we gaan nog iets verder. Nog verder zelfs? Niet alleen, zoals ze dat noemen, prudent financieel beleid. Maar wij willen de komende jaren de lasten voor de inwoners gaan verlichten. Inwoners die, dat zie je in je omgeving, heel veel last hebben van stijgende kosten. Gaan we naar de pomp, gaan we naar de winkel. Inflatie is torenhoog op dit moment. Dat zal nog wel doorgaan. Dus inwoners van Gouda, die gaan steeds pijn in hun portemonnee voelen. En dat hebben ze in Gouda al de afgelopen jaren ook meegemaakt met stijging van lasten, belastingen. En wij willen de komende 4 jaar echt werk gaan maken om de lasten voor de inwoners te verlagen. Niet stabiliseren, nee, werkelijk te verlagen. En wij denken dat dat kan. Ja. En we hebben in ons programma meegenomen, een van onze prioriteiten, om de lasten voor de inwoners 2,5% per jaar te verlagen. Dus 10% in 4 jaar. Maar u gaat voor een sluitende begroting, dus het moet ergens vandaan komen. Ja. Hebben we ook al naar gekeken. Wij hebben gekeken wat de opbrengst is gemiddeld van de belastingen in Gouda. Denk aan de OZB-belasting, rioolheffing en dergelijke. Zit je ongeveer op 47,50 miljoen aan inkomsten. Als je daar 2,5% gaat berekenen, kom je ongeveer op 1,325 miljoen uit. Nou, op een begroting van 300 miljoen, dan 1,25 eruit halen om terug te geven aan de inwoners, vinden wij haalbaar. En er zijn verschillende mogelijkheden in de begroting waarvan wij zeggen, nou, daar kan absoluut op bezuinigd worden. Mevrouw Koppers, hoe kijkt u daar tegenaan? Ik ben het volstrekt eens met meneer de Koning dat de lasten omlaag moeten. En wij vinden het ook echt oprecht jammer dat deze coalitie in de afgelopen 4 jaar hun belofte niet is waargekomen. Terwijl ze daar wel mogelijkheden voor hadden. Dus wij hebben een iets hogere ambitie. Nou is het vorige college ook wel bekend om zijn hoge ambities om bijvoorbeeld gasloos of CO2 neutraal zijn. Ja. Wij hebben echt een forse ambitie en we willen die ook koetakoet waar gaan maken. En er zijn wel keuzes dan te maken, maar wij gaan echt voor lastenverlichting, want we zien gewoon dat als je kijkt naar het gemiddelde inkomsten van per huishouden in Gouden, dat ligt rond de 233.000 euro. Ja, dat zijn geen gigantische salarissen. Pomp omhoog, gasprijs omhoog.
Je moet in ieder geval je uitgaven onder controle gaan houden. Dus niet onbeperkt lenen. Dus zorgen dat je controle daarop hebt. En gaan teruggeven aan de burger. Al symbolisch hiermee, maar het moet ook echt. Hmm. Het kan niet langer. Wij zijn gewoon een van de duurdere steden in Nederland. En wij zijn een gewone gemiddelde stad. Dus we moeten terug naar die middenmoot. En dat betekent zeker die 10% en wij willen meer. Maar daar gaan we ook keihard aan werken. Ik wil nu naar die andere onderwerpen gaan, wonen. Wat zijn de speerpunten van Gouden Positief op het gebied van wonen? Ja, nou, we hebben al jarenlang een speerpunt als het gaat om wonen in de Goudse Poort. En ik heb nog maar even teruggekeken in de historie en in 2018. En elke keer proberen we het weer. In 2018 dan dienen we elke keer weer een motie in. Maak wonen in de Goudse Poort mogelijk. Al jaren geleden. Maar elke keer is het antwoord, het kan niet, het mag niet. Waarom mag het niet, kan het niet? Ja, het kost te veel misschien. Nee, het is niet veilig, het past niet in het gebied. Het moet natuurlijk een bestemmingsplan zijn. Ja, bestemmingsplan. Ja. En je moet een visie ontwikkelen op die Goudse Poort. Maar nou heb ik net toevallig deze week is de economische agenda doorgelezen. Die kwam net binnen. En daarin staat dat er een visie ontwikkeld moet worden op de Goudse Poort. Ja, dus al 4 jaar lang, al om de 4 jaar zien we, er moet een visie ontwikkeld worden op die Goudse Poort. Ja, en dan vind ik, en daar wil ik toch een opmerking over maken, over het COA. Wij zijn absoluut niet tegen de opvang van asielzoekers in Gouda. Maar als het niet veilig was voor onze inwoners en niet kon, waarom kan het dan wel voor asielzoekers? Wordt daar dus een verschil gemaakt? En daar krijgen wij geen antwoord op. Dus wij willen gewoon een visie op die Goudse Poort. Nou, als jullie nu Gouda inrijden als je een auto hebt. En je ziet die lege, afgebroken, of die ruïnes waar die voormalige kantoorgebouwen stonden. Je ziet dat Goudse Poortgebouw al jarenlang leeg staan. Je ziet ook dat er een ontwikkelaar is of een eigenaar zegt, wij hebben een plan. Ja, je moet daar voorzieningen maken. Je moet er een visie op ontwikkelen. Nou, dus, misschien onder druk van COA dat die er nu komt dan. Ja, maar wat of er dan gebeurt bij COA is dat COA de opdracht krijgt om eens te kijken naar hoe we dan in dat gebied die voorzieningen moeten gaan aanbrengen. En dat is geen taak van de COA. Dat is een taak van de gemeente. En die moet door ons worden bekeken. Dus dat is een heel vreemd om dat bij de COA neer te leggen. Dus ik vind ook dat dit college zijn verantwoordelijkheid op dit gebied niet pakt. Wij willen daar gewoon 1000, al jarenlang zeggen we, je kunt daar makkelijk 1000 units neerzetten. Nou, hoeveel plezier hadden studenten, mensen die in scheiding liggen, mensen die snel woningen nodig. Dat had zoveel lucht gegeven. Dus wij willen dat echt en volgens mij wil meneer de Koning dat ook. Ja, ik onderschrijf dat. Niet alleen de veiligheidspunt is natuurlijk belangrijk, maar wij stellen bij de komst van het COA, dat heb ik recent ook in het debat kenbaar gemaakt, dat voor ons cruciaal is dat als je asielzoekers hier woonruimte aanbiedt, vinden wij dat je voor die bijna 10.000 woningzoekende huurwoning in Gouda, ik praat over 10.000, waarvan meer dan 3.000 jongeren tot 30 jaar, die zitten in Gouda te wachten op een woning. Nou, als je de asielzoekers hier woonruimte aanbiedt, vinden wij als gemeente Belangen Gouda, dan moet je die inwoners van Gouda die al jaren op een wachtlijst staan, soms 6, 7, 8 jaar, moet je net zo goed helpen om een woning aan te bieden. Dus wij koppelen dat aan elkaar. En onder meer kan dat in de Goudse Poort. Daar staat heel veel aan panden leeg. Wij hebben altijd met Gouda Positief meegestemd om die panden te transformeren naar woonunits. Iedere keer, ik ga niet herhalen, werd dat eigenlijk omzeild met kan niet, het mag niet, de provincie wil het niet, ook zo'n argument. Ik heb als lokale partij niets met de provincie te maken, zeg ik dan. Wij zijn ambitieus, wij willen in de Goudse Poort zoveel mogelijk woningen bouwen voor de mensen die op die lijsten staan. En als we het lef hebben om onorthodoxe maatregelen te nemen, dus af te stappen van het idee, ja, bedrijventerrein is alleen voor werken. Nee, maak er een combi van. Werken en wonen. En als dat lukt, ja, dan zet je stappen op de schaal van Richter, zeg ik wel heel fors. Want dan kan je de locaties ook gaan analyseren en kijken waar kunnen we tussen die bedrijven woningen realiseren. En er spelen allerlei milieuaspecten mee en er spelen allerlei andere zaken mee. Maar ja, ga niet zoeken naar argumenten waarom het niet kan. Ga zoeken naar argumenten waarom het wel kan.
Niet om die argumenten, maar voor die 10.000 mensen, inwoners in Gouda, die nu wachten op een woning. Er zijn heel veel kinderen, Goudse jongeren, die wonen nu tijdelijk buiten de deur en die zitten met smart te wachten, die willen graag terug. Ja, en die botsen tegen een lijst van 6-7 jaar aan. Daar moeten we met elkaar eens een keer een deltaplan voor maken in de zin. Steek je nek uit, neem onorthodoxe maatregelen en zorg dat die woningnood ook in Gouda zo snel mogelijk gereduceerd wordt. Ja. Helemaal wegwerken lukt niet in 4 jaar, maar gaat de eerste 4 jaar gewoon eens forse stappen zetten. Nou, dat is onze ambitie. Dat willen wij graag als lokale partij realiseren. En nu wil ik het oneigenlijk gebruik van sociale huurwoningen tegengaan. Hoe wilt u dat doen? Nou, door vooral proberen te analyseren van worden ze op een juiste manier nog verhuurd. Hè? De woningbouwcorporatie moet veel meer controle uitoefenen. Wie zit er daarin? Als mensen daaruit gaan, dat is bekend. Als iemand zich uitschuift uit de gemeente, moet sociaal naar een woningbouwcorporatie gaan. En die moet gelijk gaan kijken van, is dat huis leeg? Of blijft er iemand zitten die er gewoon lekker daar blijft zitten? En er gebeurt niets. Ja, dat vind ik niet netjes in de zin van al die wachtenden op die ruimte om te gaan huren in Gouda. En dan heb ik het nog niet eens over de middenwoningen, heb ik nog niet eens over koopwoningen, want er is ook veel vraag naar. Maar gaat mij met name om die 10.000. Mevrouw Koppers. Kijk, in alle sectoren is er woningnood, hè? Dat weten we. Dat is al jaren aan de gang. Sinds 2008 is die bouwproductie gedaald. Dus nu pluk je daar de wrange vruchten van. Maar waar het ons ook om gaat, het is ook een doorstroomprobleem. Hè? Je moet ook wel bouwen voor ouderen, hè? Want die kunnen dan weer jongere gezinnen. Dus het is ook een doorstroomprobleem. Maar waar het ons om gaat in onze hele drukke, volle stad, en daar hadden we het net over, alles waar je verantwoord kunt bouwen, nou, de Goudse Poort is zeker zo'n plek, dan kan het niet zo zijn, hè, met die gigantische problematiek die net beschreven is, dat je zegt, kan niet, mag niet, wil niet. Ja. En dat is wat ik wil aangeven. En het is niet zo dat wij hier als lokale partij het woningnoodprobleem gaan oplossen, maar doe gewoon wel wat je kunt doen. En die ouderen moeten kunnen doorstromen, maar het gaat ons ook om de opbouw van Gouda. Wil je Gouda op de lange termijn jong en vitaal houden en bruisend, dan moeten we ook jongeren trekken. En jongeren vinden over het algemeen, zeker die hier geboren zijn, Gouda een prachtige stad. Ja. En ook mensen die vanuit, en dat is heel mooi, er zijn best wel veel jongeren die vanuit Den Haag of Rotterdam, daar kunnen ze tegenwoordig helemaal niets meer vinden, ontdekken dat Gouda een fantastische stad is. Ja. Trek jongere mensen naar je toe. Dat is ook een voorwaarde om op de lange termijn gezond te blijven. Want we gaan positief op bouwen voor iedereen. Wijkt u daar ook af van gemeentelijke belangen Gouda? Nou ja, wat ik al zei, hè, de woningnood is in alle sectoren groot. Het is wel zo, en een rekenkameronderzoek gaf dat ook aan, dat het college eigenlijk in de afgelopen 4 jaar verzuimd heeft op de middenhuur en op de lagere huur, de sociale woningbouw. En daar moet je dus wel op inhalen, want daar zit ook de pijn. Hè, en dus in die zin, het is op alle fronten groot. Maar als je daarop achterloopt, moet je daar extra op inzetten. En daarom pleiten wij ook voor woningbouw in die Goudse Poort. Dus goedkopere studio's. Er zijn ook heel veel mensen in scheiding. Hè? Dat hoor je natuurlijk ook veel. Helaas. Ja, waar moet je naartoe? Je kunt echt nergens naartoe. Nou, dus dat zijn allemaal voorzieningen die je daar ook kunt maken. Meneer de Koning. Wilt u nog iets aan toevoegen? Nee, ik bedoel, als ik iets toevoeg is het onderschrijven van dit verhaal. Ik heb het met name over de jongeren gehad, maar terecht de opmerking over de ouderen ook. Er zijn heel veel ouderen die echt op zoek zijn naar een woning. We hebben zelfs een keer een motie ingediend met het financieel ondersteunen van ouderen die echt een grote woning voor gezinnen achterlaten om door te schuiven naar een appartement. Nou, de wethouder heeft toegezegd dat daar nog wel eens een keertje op teruggekomen gaat worden. Dus die motie haalde het dan weer niet. Het zij zo. Maar onze ambitie is om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen die nu op de lijst staan, er dadelijk af zijn. En als we daar alleen maar, we praten al 40 jaar over woningnood in Nederland, is het alleen maar erger geworden. Ja. En in Gouda zeg ik dan, kunnen we er iets aan doen? Ja, wanneer de inwoners op lokale partijen stemmen, want die gaan er echt werk van maken om te zorgen dat die lijst kleiner wordt. Kortom, er moet gebouwd worden. Absoluut. En hiermee sluiten we dit onderdeel af. En getransformeerd. Dat is, die wil ik nog even zeggen. Ik kan het horen. Ja.
Dan ons volgende onderdeel, dat is duurzaamheid en milieu. Een van de speerpunten van Gouda Positief is positieve leefbaarheid. Dat vind ik een prachtige zin. Wat verstaat u daaronder eigenlijk? Nou, ik wil even een voorbeeldje aanhalen wat in de afgelopen maanden heeft gespeeld. En dat is de kap van de platanen op de Nieuwe Haven. En ik woon in de binnenstad. Ik heb dat toevallig een beetje van dichtbij meegemaakt. Maar als het gaat om positieve leefbaarheid, schoon, trottoirs op orde en vuilnis weg. Hittestress. Hittestress is her en der in Gouda gewoon een probleem. Dus daar zul je dan een hittestressplan voor moeten maken. En wat verstaat u precies onder hittestress? Nou, de klimaat verandert en dat zien wij ook. Maar bijvoorbeeld, ik woon op de Turfmarkt en achter mij heb je het Clarissehof. Dat is een van de heetste plekken van de binnenstad. Dat is heel versteend. Ja. Dus als je positieve leefbaarheid is vooral kijken waar kunnen we door middel van groen eigenlijk die hittestress verminderen. Dus dat is een van onze speerpunten. Maar dat moet je wel gecoördineerd doen. En wat ik dan bijzonder vind, is dat omwille van worteloopdruk, hè, een bepaald probleem, die platanen gekapt moeten worden. Nou, daar is een heleboel gedoe over. En of het nou 14 zijn of 7. Het gaat erom dat je het probleem in een beetje breder perspectief bekijkt. En dat mis ik zo vaak. Maak gewoon een veel breder plan. Kijk van, oké, het gaat hier niet om wortelomdruk. Het gaat hier ook over hittestress. Ja. Het gaat hier ook over vergroening. Het gaat hier ook over participatie. Dus het wordt meestal vanuit één problematiek behandeld. Ja, en dan krijg je volgens mij in participatie ook gewoon een probleem. Ja. Heeft de gemeente Belangen Gouda andere speerpunten op dit gebied? Nee, liggen in dezelfde lijn. Wij denken bij duurzaam met name aan dat je duurzaam bij alles wat je doet meeneemt. Bij wat je ook gaat bouwen dadelijk in de stad, of het nou woningen zijn of wat iets meer zijn. Kijk naar duurzame materialen die gebruikt kunnen worden. En daar moet je heel kritisch op zijn, want goedkoop bouwen is vaak niet duurzaam bouwen. Dus we weten ook dat die prijs daarmee omhoog gaat. Maar dat is een onderdeel. Andere vorm van duurzaamheid vinden we dat alle maatregelen die in Gouda genomen worden vanuit de gemeente, dat de toets duurzaam of duurzamer op losgelaten moet worden. Met andere woorden, heel kritisch kijken van welke bijdrage levert deze maatregel aan de duurzaamheid van onze stad. En daar zit natuurlijk ook milieu in. Maar er zit ook in dat je heel serieus met je inwoners in overleg gaat op welke manier kunnen wij deze stad nog duurzamer maken. En als het dan in de sfeer is van het afval, ja, ga dan maar met je inwoners aan tafel. Op welke manier kunnen wij duurzaam tegen de laagste prijs de beste afvalscheiding realiseren. Ja. En als dat mogelijk is, en ik ben ervan overtuigd dat er heel veel goede ideeën bij inwoners van Gouda aanwezig zijn om hierover mee te praten, mee te denken, dan moet je dat honoreren. Dan moet je niet vooraf een beleid maken en dan zeggen, hier is het, doe het maar. Moet je met die inwoners gaan praten en aan de hand van wat zij zeggen, zij kennen het probleem en vaak weten ze veel beter dan deskundigen hoe je het moet oplossen. En dan is het aan de gemeente om in het kader van de duurzaamheid dat soort trajecten allemaal onder de loep te nemen en uit te werken. Ja, je noemt het afvalbeleid. Ja. Gemeente Belangen Gouda stelt er vraagtekens bij het huidige beleid. Ja. U stelt er ook vraagtekens bij. Wat gaat er fout en wat moet er veranderen? Nou ja, het idee was dat afvalscheiden loont. Dus hoeveel heb je dit beleid nu verkocht? En het antwoord van het college is, ja, het is minder duur dan het had kunnen zijn. Ja, dat is natuurlijk niet de manier waarop je zo'n beleid verkoopt. En we zien ook wel een enorme versmering van de stad. Omdat afval, de plastic zakken, de volle containers, de verkeerde keuzes rond containers. Hè, dat is ook een heleboel gedoe over geweest. Dus die zijn niet goed, die containers. Nee, die kleppen die gaan zo en dan moeten ze weer zo. Dus er is er weer een proef. Ik zit zelf ook met zo'n GFT-klep altijd te worstelen, dus alles gaat over mij heen. Ja, soms denk ik wel eens, dat is wat we net ook gezegd hebben. Praat nou eens met die bewoners, doe dan een proef. En laat hen dan die containers kiezen. In plaats van dat iemand zegt, nou dat lijkt mij wel handig. En daarna moeten we weer een correctie van een paar ton doorvoeren. Ik vind dat dus gewoon niet nadenken, maar ook geen gebruik maken van de kennis van bewoners. Nee, het blijkt toch, en die analyse ontbreekt. Eigenlijk is het scheiden zo succesvol. He, want plastic wordt heel goed gescheiden, restafval wordt goed gescheiden, je hebt GFT wordt ook goed gescheiden als je dat niet over je heen krijgt.
Groot vuil, daar hebben we geen oplossing voor. Daar zou je ook eens naar moeten kijken. Maar uiteindelijk is het misschien toch wel beter om toch eens een goede analyse te maken of we niet toch achteraf in moeten gaan scheiden. Hm. Want de stad ziet er gewoon niet uit. Het is gewoon een smeerboel. Kunt u eraan toevoegen? Nou ja, niet alleen een smeerboel, maar je krijgt ook verloedering van de stad. Hè? Want op het moment dat, vuil wordt opgehaald op een bepaalde dag in de week en de andere dag staat het weer buiten. Ja, dat nodigt niet uit om iedere dag te gaan rijden, want dan wordt het onbetaalbaar. Mm-hmm. Maar de bewoners hebben er wel last van. Want zakken worden kapot gemaakt, die worden door meeuwen, dat gebeurt er ook stuk getrokken en het vuil gaat over straat. En als je inwoners nog een beetje wil betrekken bij je stad, dan zijn er ook heel veel die dan de bezem pakken en het gaan opruimen, voor een ander, chapeau. Maar ja, die mensen gaan ook zeggen van, als ik de enige ben die het nog doe, dan ja, laat ik het ook maar zitten. Dus je zal op een andere manier je afval moeten gaan verzamelen, als het aan de achterkant gescheiden kan worden, en dat kan. Daar hebben we zelf beelden en voorbeelden van gehad. Ja, waarom ga je dan niet veel met de achterkant werken in plaats van aan de voorkant? Maak het aan de voorkant voor de inwoners wat makkelijker. Als je weet dat aan de achterkant goed afval gescheiden kan worden. A, je houdt je stad een beetje schoon. De inwoners weten waar ze aan toe zijn. Want de afgelopen 4 jaar hebben ze 6 keer verschillende maatregelen gehad. Bakken eruit, bakken erin, kleinere kleppen, grotere kleppen. Heel slecht, dat is niet handig. Maak het simpel, eenvoudig en praktisch en zorg dat die daarmee die stad schoon blijft. En wat wel belangrijk is, is uiteindelijk moeten we ook minder afval creëren. Hè? Ja, en daar is ook nog een schone weg te gaan. Ja, maar als je een ander afvalbeleid hebt, dan mag het ook meer kosten, neem ik aan, of niet? Nou, dat hoeft niet per se, dat zullen we uit moeten zoeken. Nou ja, stel voor dat meneer de Koning zei van het grof afval en zo, dat moet je nu zelf wegbrengen. Maar stel voor dat 1 keer in de week opgehaald wordt. Dat doet Cyclus niet voor noppers. Nee, we hebben natuurlijk wel 4 jaar geleden, of eigenlijk al eerder, wanneer was het, in de vorige collegeperiode, het contract van Cyclus, wat heel ongunstig was, heel erg uitonderhandeld. Hmm. Nou, je zult eens opnieuw moeten kijken of daar nog wat ruimte in zit. Want je wil ook geen smerige stad en je wil ook geen matrassen op de hoek. Nee. En niet iedereen heeft een auto om naar een Cyclus te rijden. Daar zit ook een veronderstelling in dat iedereen dat maar kan. Ja. Maar volgens mij hebben we allemaal wel eens een bed te wisselen. Ja. Dan de doelstelling van de gemeente Gouda is om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Is dat reëel volgens u? En staat het is u daar achter? Het is een schone ambitie. Kijk, wij zijn een lokale partij, dus wij volgen in principe de landelijke lijn. En dit is op hoog niveau, op allerlei niveaus is gezegd, wij moeten in 2050 CO2-neutraal zijn. Daaraan wordt gekoppeld dat we ook van het gas af moeten. Dat zijn 2 verschillende dingen. Wij ondersteunen dat, maar wij vinden dan de ambitie van het college, zeker binnen zo'n hele beperkt kleine stad als wij zijn, om dan zomaar te zeggen dat het 2040 moet zijn, ja, die redenatie begrijpen wij gewoon niet. En wat we verder heel apart vinden in de warmtetransitievisie, die is een tijdje geleden goedgekeurd, is dat we spreken over warmtenetten. Nou, warmtenetten, dat is restwarmte vanuit de industrie, nu nog met fossiele brandstof opgewekt. Die gaat allemaal naar de waterstof. Je moet daar hele infrastructuur voor aanleggen. Dus je hele stad ligt open als je een warmtenet in Bloemendaal wil aanleggen. Jaren, los nog even van of we überhaupt de mensen nog voor hebben. En de infrastructuur die we hebben, gas, ja, die is er. Dus dat wensdenken wat ik soms zie in al die stukken, ja, dat verbaast mij. En ik ben daar wel kritisch over. Maar ik onderschrijf gewoon de nationale doelstellingen. En wij zijn lokaal, wij gaan daar gewoon volgen. Maar die overambitieuze bewijsdrang en dat wensdenken van 2040, daar staan wij niet achter. Hoe kijkt u er tegenaan, meneer? Nou, wij stellen vast dat de Rijksoverheid een datum heeft genoemd en die wordt op gemeentelijk niveau overgenomen. En dan gaan we de plannen maken. Wij vinden dat je veel meer moet luisteren naar de ontwikkelingen zoals ze in de steden plaatsvinden. Dus veel meer kijken naar wat is haalbaar, wat is niet haalbaar in het perspectief van de financiën die daar zitten. En dan vind ik de plannen zoals ze nu liggen ontzettend ambitieus. Dat spreekt me op zich wel aan, maar het moet wel reëel blijven. Ambitieuze plannen is prima, maar als de kosten voor de inwoner daarmee verdubbeld gaan worden, ja, dan zeggen wij als gemeente Belangen, Gouda, draai het nu eens om. Laten we eens kijken wat inwoners financieel bereid zijn om te betalen om daaraan mee te gaan werken.
En het in één keer roepen van we moeten gasloos. Terwijl er allerlei technieken zijn om die leidingen, die infrastructuur te benutten voor waterstof. Daar worden gelukkig al proeven mee gedaan. Nou, ik ben blij dat die proeven gedaan worden, want de huidige wethouder heeft altijd geroepen van wij gaan gewoon die leidingen ontkoppelen. Dus bij de nieuwe woning komen ze er niet in. Ja. Nou, het is niet verstandig. En dat is wat ik bedoel met laten we niet te hard lopen. Laten we niet het beste jongetje of meisje van de klas zijn. Laten we de landelijke ontwikkelingen volgen. En met grote terughoudendheid en kijkend naar de behoeften van onze inwoners, een plan ontwikkelen. Hoe kunnen wij zorgen dat we invulling geven aan de verlaging van de CO2? En hoe kijkt u dan tegenover windmolens, mevrouw Koppers? Windmolens, wij kunnen weinig windmolens in Gouda zetten. Dus die moet je in andere plekken, op andere plekken zetten in onze deelgemeente. Ik kijk niet tegen een windmolen aan. Ja. Dus het probleem van de Randstad is, waar weinig plek is, ja, zet het dan maar in de groene gebieden. Dat is natuurlijk geen oplossing. En wind kan interessant zijn, is ook nuttig, maar dan moet je het misschien op de Noordzee zetten. Dat zijn wel de ontwikkelingen die nu gaande zijn. Ik zie veel meer, kijk, wij hebben ook wel eens gezegd, subsidies hè, kunnen heel nuttig zijn om een innovatie op gang te brengen. Maar wat ik nou zie bijvoorbeeld bij de zonnepanelen is, ja, die zonnepanelen met dat terugleveren in een net wat dat niet aan kan, is eigenlijk niet in het belang van ons allemaal, want dat werkt erg verstorend. Dus dan moet je investeren in opslag van zonne-energie vanuit je zonnepanelen lokaal, zodat je die later kunt gebruiken. Want 4 maanden per jaar is er niet zoveel zon. Dus dat zijn allemaal van die dingen waarvan ik denk, hoe gaat de landelijke overheid nou zorgen dat ze de juiste dingen doen? En niet dan denken, hè, mensen gaan dan zonnepanelen aanschaffen, maar ja, dat stroomt dat net in. Op het moment dat het geen zon schijnt. Je moet dus nadenken over hoe zo'n systeem eruit gaat zien. En ik mis gewoon wel regie van de landelijke overheid. En dan is nu in één keer kernenergie toch groen en gas is toch ook groen. Dan denk ik, waar zijn we nou toch mee bezig? Ik wil hier over kernenergie gesproken. Ja, ja. U bent de enige partij die het woord kernenergie in... U sluit dat niet uit op termijn? Nee, wij sluiten het niet uit. En we begrijpen ook niet waarom zelfs in de gemeente Gouda als gesproken wordt, laten we meewerken aan onderzoeken of kernenergie een optie is. Ja, de meerderheid van de gemeente dat wil dat niet. En wij denken dat op de langere termijn, niet de komende 4 jaar, maar op langere termijn, naast alle energiebronnen die we dadelijk hebben in plaats van de fossiele, dat kernenergie een optie is om verder te onderzoeken, veilig te maken en te zorgen dat we maximaal dan gebruik van kunnen maken. Ik wil er nog aan toevoegen dat we zelfs als lokale partij vinden dat als we roepen in Gouda, we willen geen windmolens, ja, dat is makkelijk, hè? Dan gooi je het bij de buurman over de schutting. Dat doen wij niet, doet de Rijksoverheid naar de gemeente. Wij doen dat niet. Wij zeggen, laten we nou in regionaal verband, regio Midden-Holland, samenwerken om te kijken hoe we die transitie, de energietransitie, met elkaar kunnen aanpakken. Dat is ook gebeurd in een regionaal energiestrategieplan, waarin gezegd wordt, er moeten zonnepanelen komen, er moeten windmolens komen, er moeten andere mogelijkheden komen. Nou, waar kunnen we het beste plaatsen? En ik ben ervan overtuigd dat we eens een keer moeten beginnen, ook in Gouda, om die zonnepanelen op de daken te leggen van de woningen waar het kan. Industrieterreinen, sommige bedrijven doen het, maar heel veel nog niet. Als je wat boven de stad gaat hangen en je ziet over flats die ook onder van de eigenaren zitten, maar ook flats die bij woningcorporaties zitten, daar kunnen nog lappen zonnepanelen neergelegd worden. En de gemeentelijke overheid moet goede voorbeeld geven. Op alle gemeentelijke panden moeten op zo kort mogelijke termijnen zonnepanelen komen. En laten we ook een keer stoppen met van ja, dat zicht in de historische kern, dat kan eigenlijk niet zonnepanelen. Verdikken, maar als mensen in de kou zitten, dan mogen ze van mij overal zonnepanelen ophangen als het maar energie opwekt. Ook daarin, rustige manier, onderzoeken, kijken. En dan gaat ook Gouda op een bepaald moment misschien wel de kernenergie ook omarmen. We gaan dat zien. Wij lossen dat niet op voor 2040, ook niet, schat ik. Ik wou dit onderdeel hierbij afsluiten. Dan hebben we nog ons derde onderwerp, veiligheid. Eigenlijk had ik daarmee moeten beginnen, meneer de Koning, want veiligheid staat als thema bij jullie bovenaan de agenda. Ja, en ik heb nog eens
gekeken, de afgelopen 40 jaar staat het al heel hoog. Met andere woorden, van we hebben nog niet zoveel bereikt. Nou, vandaar dat we toch ambitieuze plannen hebben om veel meer aan die veiligheid aandacht te gaan besteden. Wat gaat er niet goed en wat moet er gebeuren? Kijk, even los van de cijfers rond woninginbraken die gelukkig omlaag gaan. Oké, maar los van de cijfers, ja. Maar maken we ons grote zorgen over drugscriminaliteit hier in deze stad. Er is een rapport verschenen over van de grammen en de kilo's en de grammen. Daarin wordt feilloos aangegeven wat de problematiek in Gouden is ten aanzien van de drugs. En dat heeft alleen niet betrekking op drugscouriers en zo, maar er zijn gewoon families die hebben een core business rond drugs. Nou, de ellende die daaruit voorkomt, voor de omgeving, voor de jongeren, voor de mensen, dat moet echt aangepakt worden. Wij krijgen regelmatig meldingen binnen, ook van inwoners, ook van verenigingen, dat op bepaalde plekken gewoon gehandeld wordt. Ja, daar moet je heel direct op ingrijpen. De antwoorden die we van het college hebben gekregen op de vragen die we gesteld hadden, die zijn, ik noem dat maar wat om de brei heen. Daar gaan we het college nog wel volgende week over spreken. Maar in eerste instantie geldt ook hier weer, luister nou eens naar je inwoners waar er echt overlast is en grijp daarin. Zet desnoods een camera neer om de zaak in de gaten te houden. Dat is een heel goed voorbeeld van een gemeente, Hillegom, Lisse, Teilingen, die daar heel mooie successen mee behaald hebben. En wij vinden dat in Gouda een lik op stuk beleid gevoerd moet worden. Aanpakken, handhaven, politie, justitie, gemeente, dat is een driehoek. Samen met de burgers laten we dit probleem, wat groeiende is in Gouda, reduceren, terugbrengen naar nul. Want dit moet niet de hoofdstad van de drugswereld in Nederland worden. Maar terugbrengen naar nul, dat lijkt me wel erg ambitieus. Dat weet ik en dat zullen we nooit halen, daar ben ik ook van overtuigd. Maar de energie moet je erin stoppen om het wel te willen realiseren. En de gedachte van, nou ja, we hebben het toch niet in de hand, we kunnen er maar weinig aan doen, dus laat maar. Nee, vind dat, ik dodelijk. Dat is wat anders. Ja. Letterlijk ja. En figuurlijk dodelijk. Ja. Ja. Gouden Positief pleit ook voor een positief veiligheidsgevoel. Wat moet er volgens u veranderen? Wat bedoelt u daarmee eigenlijk? Nou ja, wat ik eigenlijk bedoel, en het sluit wel een beetje aan op wat meneer De Koning zegt. Als het gaat om bijvoorbeeld ondermijning, hè, of de invloed van de onderwereld op de invloed van de onderwereld op de bovenwereld, dan moet je daar heel vroeg bij zijn. Want als het eenmaal groot is, hè, dat monster, en dat hebben we in Tilburg gezien, als je daar niet op tijd bij bent, dan is het bijna niet meer in te dammen. Want er gaat gewoon vreselijk veel geld in om. Ja, en dat is dan oncontroleerbaar. En we zien dat die rapporten zijn er. Hè. Nederland is wel echt, in narco staat wil ik het niet zeggen, maar Rotterdamse haven. Wordt zo ontzettend veel harddrugs op dit moment onderschept. Dus het is Colombiaanse benden komen hier naar binnen. Dus je moet je gaan wapenen. Mm-hmm. Nou, hoe wapen je je? Is eigenlijk zorgen dat niemand interesse krijgt in deze business. Daar zitten wij ook wel op, hè, met onze wethouder veiligheid, die niet puur kijkt van, ik pak iemand op en we zorgen, weg ermee. Nee, voorkomen, dus een link leggen naar de oorzaken van waarom gaat iemand in deze business. En dat is altijd al een speerpunt bij ons geweest. Je kunt beter zorgen dat mensen het niet interessant vinden. Dus wel perspectief op werk hebben, scholing hebben. Vaak zit er ook wel sociale problematiek achter. En de top X-aanpak, zoals die tegenwoordig heet. Ja, we hebben altijd gepleit en dat hebben we ook echt uitgezocht begin 2018, toen wij weer in de oppositie zaten. Van wat gebeurt er nou eigenlijk met die gasten in de top 60 toen nog? Wat voor support krijgen ze? We hebben heel goed onderzoek naar gedaan en dan blijkt toch dat als ze dan terug willen, het ook heel lastig is om dan weer een leven op te bouwen. En dan zie je die domeinen sluiten niet op elkaar aan. En dat is voor ons een heel belangrijk speerpunt. Echt een ketenaanpak. Ja, die ketenaanpak. En dan los je het niet helemaal op, want het is een heel hardnekkig probleem. Maar je moet daar wel ook aandacht aan gaan besteden. Want je kunt het niet. Het is dweilen met de kraan anders open als het te laat is. Nou, dat is eigenlijk wel een aanvulling even op wat net gezegd is. Daar pleiten wij al een tijdje voor. Ja. En dan mag het ook wat kosten? Ja, wat dat me als preventie uiteindelijk oplost, dat je minder ondermijnt, dat je minder de maatschappelijke business case,
Kijk, ergens moet je in investeren, kost geld. En misschien moeten wij dat. Maar ergens anders vallen de baten. Dus dat vind ik altijd het probleem met mag het wat kosten. Net als met de ombudsman. De baten vallen natuurlijk ergens anders. Dus je moet wel in de maatschappelijke business case wel wat breder kijken. Nou, breder kijken is natuurlijk prima. Dat onderschrijven we ook. Maar de inwoners hebben op dit moment last. En wij willen die last terugdringen. Dus het is en-en. Je moet ingrijpen en aanpakken. En natuurlijk preventief ook het nodige werk doen. Nou, daar zitten we als lokale partijen bovenop. Om dat te gaan realiseren. En ik begrijp dat het een capaciteitsprobleem is bij de politie. Ik ben de eerste om te bevestigen dat je niet moet wijzen naar de politie. Ook niet naar justitie. Je moet naar de maatschappij wijzen. En ook hier geldt weer. Onorthodoxe maatregelen. Mocht het zo zijn dat wij baat hebben met allerlei veiligheidsmensen die we inhuren. Want we huren al wat mensen in. Dus er kunnen ook veiligheidsmensen in. Daar heeft Gopo in het verleden voorstellen van gedaan. Die hebben wij volmondig gesteund. Ja. Als er extra geïnvesteerd moet worden om dit probleem voor de inwoners op te lossen. Ja, dan zijn wij bereid om daar ook financiële bijdrage toe te leveren. En dan komt de vraag dadelijk weer, waar ga je dan bezuinigen? Nou, we betalen op dit moment iets van 6, 7 miljoen aan externe inhuur. Nou, dat kan wat betreft best iets minder. En daarvoor wat veiligheidsmensen erbij, is mij een groot goed. Ja, en kijk dan ook naar de initiatieven die lokaal al zijn. Hè. Er zijn bedrijven die bijvoorbeeld een combinatie doen van mensen uit de participatiewet. Dus uit die mensen daar in de security opleiden. Ja. Weet je, die zijn er binnen Gouda. Ik ken de voorbeelden. Zet ze in, gebruik ze. Maar dan moet je wel een beetje uit je kokonnetje komen. Ja, en ik. Iets anders. Dat stond bij jullie vorige keer volgens mij ook al in het visieprogramma van Gouda Positief. Jullie pleiten voor een Goudse veiligheidsmonitor. Ja. Nu is er ook een jaarlijkse landelijke misdaadmeter. Wat is daar niet goed aan? Wat voegt zo'n Goudse monitor dan toe? Veiligheidsmonitor gaat veel meer over de beleving. Een misdaadmonitor. Dat zijn echt de keiharde cijfers. Ja, dat zijn de keiharde cijfers. Maar dat zegt niet, kijk, als ik lees bijvoorbeeld dat er x misdaden zijn in Gouda. Nou, en ik woon veilig in mijn huis. Dan heb ik daar geen beleving bij. Maar als ik vanuit het huis van de stad door de tunnel rijd en dan kan ik een andere beleving hebben ten aanzien van een veiligheidsgevoel. En dan haal je op wat de burgers er echt van vinden, want cijfers zijn cijfers. Ja. Hè, en wanneer is dus het is meer wat is nou het veiligheidsgevoel? Zijn er meer open vragen dan denk ik? Ja, zijn veel meer open vragen. Ja. Ja. En ik denk dat als we alleen maar de statistiekjes meten die we altijd al meten, dan wat zegt dat dan eigenlijk? Ja, maar daar maak ik me wel zorgen over. Want op de vragen die we hebben gesteld rond van de grammen en de kilo's, dat onderzoek blijkt dus dat vanaf 2019 het aantal drugsgerelateerde misdrijven is afgenomen. Blijkt dus dat het aantal verdachten is afgenomen. Dat zijn cijfers. Maar daar mag je grote vraagtekens bij zetten. En daar komt in de beantwoording ook het woord COVID weer naar boven toe. Nou, ik geloof er helemaal niets van dat COVID van invloed is geweest, dat er minder misdrijf geweest is. Die boefjes die houden echt geen rekening met de RIVM-regels. Die gaan gewoon hun ding doen. Die kennen ze niet eens. Ja, dus de zorg bij inwoners is ook, ja, als het aantal minder wordt, en ik merk dat niet in mijn directe omgeving. Ja, dan komt dat gevoel naar boven toe. Dan gaat men zich onveilig voelen. En dat is een lastige, want het gevoel is heel slecht te managen. Wat moet er op het gebied van koffieshops gebeuren, volgens gemeentebelangen Gouda? Ja, wat ons betreft afbouwen. Maar één ding moet er zeker gebeuren, en dat is ze moeten uit het centrum weg. Want dan geeft het overlast, al jaren. Dus daar moeten ze weg, daar kunnen ze ook weg, maar dan moet je alternatief aanbieden. Want het is niet in één keer krassen en dan alles weg. Nee, afbouwbeleid wil zeggen dat je ook een alternatief moet binden. En wij hebben daar wel eens een suggestie gedaan. Probeer nou het aantal te verminderen en een soort coffeeshop drive-in ergens buiten de bebouwde kom, buiten de woonwijken, te realiseren. Want we gaan niet zeggen het bestaat niet het probleem, het bestaat wel, maar bouw het af, concentreer het. We hebben de suggestie gegaan, doe dat naast het politiebureau. Dan hebben we gelijk toezicht, gelijk handhaving. Als er sprake is van geluidsoverlast,
Nou, kan er gelijk ingegrepen worden. Ja. Drie klappen in één keer, huppakee. Mevrouw Koppers. Er zijn er nu 4 in de binnenstad. Ja. En ze zijn in de binnenstad neergezet omdat het dan makkelijker te handhaven was. Maar ja, dan moet je ook wel handhaven. Over het algemeen, en ik woon in de binnenstad, heb ik niet heel veel last van de coffeeshops. Het is alleen het verkeer. Het rijden, de brommers. De overlast dus. De overlast door vooral de verkeersbewegingen. Dus dat pleit er inderdaad voor om daar eens goed naar te kijken. En om ze dan op een andere plek neer te zetten. Nou, we hebben het daar ook over gehad. De motie van D66 is ingediend vorige week. Gewoon om eens even goed te kijken van was dat idee om ze in de binnenstad te zetten. Los van, de ondernemers doen hun best om dat allemaal keurig te houden. Maar je hebt vrij veel overlast van auto's. Dat weet ik ook. Ik merk dat ook wel eens. Nou, dat gaan we nou gewoon weer eens bekijken. Maar wij zijn op zich niet tegen het afbouwen van de coffeeshops. Nee. Alleen overlast door auto's, brommers, herrie, 's avonds laat. Ja, dat is niet fijn. Maar dus daar gaan we nu naar kijken. Zoals, meneer Koning zegt van, moet het zeg maar verplaatst worden buiten de stad? Ja, maar dan krijg je weer, dan moet je ook zorgen dat het daar dan niet een soort van concentratie van andere dingen weer wordt. Want ja, we hadden ze nou net in die binnenstad gezet om te kunnen zien wat daar gebeurde. Wij hebben ook wel eens voorgesteld, volgens mij gezamenlijk, zet het tegenover een politiebureau, ben je van het probleem af. Maar ja, er is toen de keuze gemaakt, we zetten ze in de binnenstad, want is handhaving makkelijker. Nou, op zich gaat het best goed met die coffeeshops, alleen die auto's die heen en weer rijden, want het heeft ook een beetje aanzuigende werking. Gouden Positief is een lokale partij voor de burger, maar dat zegt gemeente Belangen Gouden ook. Waarom moet de Goudenaar op Gouda Positief stemmen? Ik zou sowieso zeggen, stem lokaal. Want zoals jullie gemerkt hebben, op inhoud verschillen we niet zoveel. Dus nee. Voor mij is het ontzettend veel waard dat we een lokaal. Wij zijn we gaan nu de 4e periode in, 12 jaar lang. Stabiel, 3, soms 4 zetels. Coalitie hebben we aan deelgenomen. We hebben een belofte waargemaakt. Schulden omlaag, OZB terug. Ja. We hebben een bepaalde aanpak. Ik hoop dat onze kiezers die onze aanpak nog steeds interessant vinden, oprecht. Maar wij zijn inderdaad van de lokale thema's. Afspraak is afspraak, helder, regelen. En ik zou zeggen, dat is de GOPO-manier. We noemen het wel eens Gouden Positief. Wij zijn van de samenwerking op inhoud, maar hou het vooral lokaal, is wel mijn oproep. En waarom moet de Goudenaar op gemeente Belangen Gouda stemmen? Ja, wij stellen de inwoner en de burger centraal. Dat is voor ons uitgangspunt voor het ontwikkelen van gemeentelijk beleid. Met andere woorden, ga in overleg met je inwoners. Die geven op een uitstekende manier aan waar de problemen in de stad zitten. En ze kunnen als de beste aangeven hoe het ook opgelost kan worden. En met die informatie vanuit die inwoners ga je dan aan de slag. Dat is voor de inwoners van Gouda een reden op gemeentebelangen Gouda te stemmen. Er komt nog een element bij. Wij zijn groot voorstander van transparant, open bestuurstijl. Een andere manier van werken in de politieke arena. Raadsbreed werken. Dus afscheid nemen van coalitie-oppositie. Want dat is altijd verkeerde energie tegen elkaar. Laten we nou eens met elkaar raadsbreed deze stad gaan besturen. Daar willen wij het initiatief toenemen. En als de inwoners dat belonen met stemmen, ja, dan is de kans heel groot dat wij veel beter met elkaar raadsbreed kunnen gaan werken. Want er zijn echt fracties en partijen in deze stad die dat niet zien zitten. Ook reden voor ons congres, wat binnenkort gaat plaatsvinden. En ik verwacht daar een positieve reactie in de zin dat we op die manier kunnen gaan werken in deze stad. Gouda is een schitterende stad. Met elkaar kunnen we de stad nog mooier te maken via een raadsbreed model. Dat is de reden waar de inwoners op gemeente Belangen Gouda kunnen stemmen. Moeten doe ik niet. Kunnen stemmen. En met hun stem gaan we dan uitvoeren datgene wat in ons verkiezingsprogramma staat. Dan gaan we tenslotte even koffiedik kijken. Graag een kort antwoord. Hoeveel zetels gaat gemeente Belangen Gouda halen? Ja, voor de goede orde, wij hebben formeel 2 zetels. En ik ga vanuit tenminste een verdubbeling. 4 stuks. En Gouda Positief, wat denkt u mevrouw Koppers? Het is aan de kiezer.
En wat ik al zeg, wij nemen ook die burger heel serieus en participatie moet beter en wij zijn van de afspraak is afspraak en we hebben het ook bewezen. We zijn een stabiele partij met 3 tot 4 zetels, ik hoop 5 zetels. 5 zetels, genoteerd. Mevrouw Koppers, ook hiervoor bedankt. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ja, meneer de Koning ook bedankt, u krijgt zometeen ook deze munten overhandigd. Ja, eerste bijdrage belastingverlichting. Zo is dat. Succes bij de verkiezingen. Ja, dank u zeer. En u bedankt voor het kijken.